We communiceren de hele dag. Je kunt zelfs niet niet communiceren. En als we naar een klassencontext kijken, dan is er natuurlijk ontzettend veel interactie op een dag. Er worden ontzettend veel dialogen gevoerd met elkaar, gesprekken. En leraren vragen zich vaak af wanneer ze het goed doen en of ze het goed doen. Ook in de ogen van die kinderen. Nou, misschien heeft Carl Rogers ons daar wel bij geholpen. De Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut. Die heeft voor de ideale dialoog, de mooie dialoog, de ervaringsgerichte dialoog, drie fenomenen onderscheiden. De eerste is de aanvaarding van het kind. De aanvaarding van het kind zelf, dus niet zijn gedrag, maar de aanvaarding van de persoon. Het tweede fenomeen is de echtheid. Jijzelf als persoon, authentiek, eerlijk naar jezelf en naar anderen. En het derde fenomeen is empathie, inleving. Dat je probeert om je te verplaatsen in het kind. Dus met aanvaarding, echtheid en empathie, inleving, hebben we drie fenomenen waarbij we, laten we zeggen, de ideale dialoog met kinderen kunnen voeren. Maar zo gaat het natuurlijk niet de hele dag. En je hebt zo je voorkeuren, je neiging om meer het een te doen dan het ander. En als we ons de vraag stellen wanneer is het dan goed, en soms zelfs ook achteraf de vraag stellen wanneer was het goed, dan moeten we daar misschien toch iets meer over kunnen zeggen. Ik geef je eerst even een voorbeeld van een prachtige situatie waar ik in verzeild raakte. Ik was in een team waar we deze dialoog zouden gaan bespreken met elkaar. En net voordat we begonnen, vroeg een van de leraren, mag ik een casus inbrengen? Ze zei, want ik kom net uit mijn klas gelopen. Ik heb een klas kinderen die zo jong zijn dat ze net schrijven of net niet. En een van de kinderen stond aan een schilderbord en die wilde dat de leerkracht nog voor het einde van de dag daar iets onder schreef. En het kind begon te vertellen bij een tekening waar opvallend veel rood in zat, dat hij een machine had gemaakt waar hij mensen in kon gooien en die mensen die werden dan verpulverd en de benen werden uit elkaar getrokken en het bloed liep er onderuit. Enfin, een bijzonder verhaal. En de vraag van haar was aan de collega's, wat zouden jullie hier nu doen? En sommige collega's reageerden onmiddellijk dat ze er gewoon bij zouden schrijven. Zo, dat kind vertelt dat, dus ik schrijf dat erbij. Maar anderen zeiden, ik zou geschrokken zijn. Dus ik zou toch eerst even zeggen dat dit ongemakkelijk is. Of dat ik me zorgen maak of echt geschrokken ben. En weer anderen zouden vragen gaan stellen aan het kind. Die zouden dat kind gaan interviewen en zich afvragen, waar komt dat vandaan? Waar heb je dat gezien? En toen we beter naar die interventies keken, toen bleek dat we misschien wel de drie fenomenen van Rogers te pakken hadden. De mensen die vragen gingen stellen, die waren zich dus aan het inleven in het kind. Degene die het erbij schreven, die aanvaarde eigenlijk dat kind onmiddellijk in wie die was, maar ook wat hij deed. En degene die schrokken, die waren natuurlijk echt. Die lieten hun eigen emoties zien. En we konden natuurlijk niet vinden wat de beste interventie was of de beste volgorde. Je kunt het er niet eerst bijschrijven en dan schrikken of eerst schrikken en dan weer gaan interviewen. Dat gaat organisch en vanzelfsprekend. En toch konden veel leraren zich herinneren dat ze dan achteraf een ongemakkelijk gevoel hadden. En toen vonden we iets bijzonders. We vonden dat als een leraar schrok, dat dat eigenlijk een normale emotie was en ook vanzelfsprekend. En je zou bijna kunnen zeggen, daar kun je niet eens zoveel aan doen. Maar als je achteraf, als je daar thuis over nadenkt, zo geschrokken was dat je pas thuis je realiseerde dat het kleuters waren, of jonge kinderen waren, of pubers, of met wie je ook werkt, dan is dat te laat. Dus we kwamen steeds dichter bij een antwoord op de vraag, wanneer is het goed? Want als je het een doet en het ander laat, dan kan het een ongemakkelijk gevoel geven. Met andere woorden, als jij schrikt en terwijl je schrikt je niet meer in kunt leven in die kinderen en dus zo heftig schrikt dat je achteraf dacht, jeetje, misschien is dat kind daar wel te veel van geschrokken, dan ben je wel echt geweest, maar ben je de inleving verloren. En zo kun je ook kinderen aanvaarden, je kunt er iets bij schrijven en pas thuis denken, jeetje, dat lezen die ouders ook. En dan heb je ook je inleving verloren terwijl je aan het aanvaarden was. Afijn, misschien hebben we wel gevonden in dat ene mooie voorbeeld dat de drie fenomenen die Carl Rogers ons heeft aangereikt, aanvaarding, echtheid en inleving, in de klassencontext, in de pedagogische context, vooral van belang zijn ten opzichte van elkaar. Dus niet het een en dan de volgende dag het ander.
niet geleerd in een cursus, maar het een doen en het ander niet laten. Dus aanvaarden, maar ook inleven en ook echt zijn, tegelijk. En op het moment dat je je daarvan bewust bent, of in die situatie probeert te realiseren, of achteraf probeert te reconstrueren, zodat je dat in een volgende situatie gemakkelijker kunt, dan zul je in de situatie je meer senang voelen en niet achteraf het gevoel hebben dat je iets hebt laten liggen. Aanvaarding, echtheid en inleving. Tegelijk. Succes.